Ik werk bij Huis voor Taal. En dat is Nederlands helpen voor mensen die uit een ander land komen. Dus waar Nederlands de tweede taal voor is. Ik kom uit Turkije. Ik woon 7 jaar geleden in Emmeloord wonen. Zonder taal is het moeilijk om onderdeel te zijn van de samenleving. En als provincie zijn we medeverantwoordelijk. Dit is belangrijk dat zij dus zich veilig en opgenomen voelen in ons land. Ja, moeilijk. Soms langer zingen moeilijk. Ik leren woorden, maar langer zingen heel moeilijk. We hebben natuurlijk een hele diverse bevolking met een hele diverse achtergrond. Je ziet regelmatig, dat moeten we niet groter maken dan het is, maar wel conflicten ontstaan. Doordat we elkaar niet voldoende begrijpen, omdat we elkaars taal niet goed genoeg spreken. Ik vind het mooi. Alles helpen en dan Nederlandse mensen alles te verder. Als mensen zich thuis voelen en gezien en gehoord in hun omgeving, ja, dan word je toch een beetje blij en gelukkig van, denk ik. Ik ben blij in het Nederlands, heel leuk. Ik vind het heel leuk. Het is moeilijk om je te verdiepen in de politiek als je de taal niet kent. We hebben nu wel een krant in eenvoudige taal waar ik super blij mee ben. Je mag van een commissaris verwachten dat hij vindt dat iedereen boven de 18 in Nederland woont gaat stemmen. Op 15 maart stemmen ik.